en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag is het weer tijd voor de favoriete en opgemaakt van de maand oktober. We zijn er weer bijna het jaar uit. Goh jongens, wat gaat het snel. Echt, het gaat echt met een rap tempo weer. En ik ga er ook weer met een rap tempo doorheen. Want anders duurt het natuurlijk weer veel te lang. Ik ga als eerst beginnen met de Nivea Primer of Primer. Het is eigenlijk een aftershave balm. En deze ken je wellicht wel omdat Nikki Tutorials er helemaal lovend over is. Ik ben er ook echt super enthousiast over. Ik heb hem afgelopen maand gebruikt en die maand daarvoor heb ik hem ook al heel veel gebruikt. En ik wilde hem eigenlijk al in de maand september, geloof ik, wilde ik hem al laten zien. Maar toen vergat ik hem en hij moet er echt in, want het is echt een favoriet. Je smeert hem over je gezicht heen voor je foundation of concealer of wat dan ook aanbrengt. En doordat er glycerine in zit als tweede ingrediënt op de ingrediëntenlijst, zorgt het ervoor dat gewoon je foundation super goed blijft zitten. En echt waar, het is niet gelogen. Je foundation blijft echt de hele dag mooi zitten erop. En ik ben hier ook echt super enthousiast over. Daarnaast heeft het gewoon ook echt voor gezorgd dat mijn huid er een stuk beter uitzag. Mijn poriën zijn iets minder grof en groot geworden. Dus ik ben echt enthousiast. Ik had het niet verwacht, maar zeker een aanrader. Waar ik ook heel enthousiast over ben, is deze Essence Concealer. Ik ben er heel enthousiast over, omdat die dekking echt super, super, super goed is. Zoals er al op staat, High Covering Concealer. Nou, dat doet hij ook echt. Hij dekt gewoon echt super goed. Als ik bijvoorbeeld net als nu gewoon wat wallen onder mijn ogen heb, breng de concealer aan. Je ziet er echt niets meer van. Het is echt een budgettopper wat mij betreft. En daarnaast vind ik hem gewoon ook fijner als de concealer die ik heb van MAC. Dus dat zegt wel echt iets. Een andere favoriet van afgelopen maand is toch wel weer de Essence I Love Stays Eyeshadow Base. Deze staat gewoon al een tijdje in het assortiment. Maar de laatste tijd heb ik hem weer super veel gebruikt. En merk ik gewoon dat ik niet zo snel meer mijn MAC Paint Pot in Soft Ochre pak. Ik merk gewoon dat de MAC Soft Ochre Paint Pot wat stroeviger is. En dat ik gewoon, ja, ik weet het niet. Ik vind hem gewoon lastig om mee te werken. Ik merk dat ik een vloeibare concealer toch wat fijner vind. En ja, eigenlijk doet hij het ook gewoon super goed. Hij laat de kleuren gewoon mooi uitkomen. Dus ja, ik ben er weer fan van. Waar ik ook fan van ben, is dit MAC Lip Pencil in de kleur Soar. Ik had het niet verwacht. Ik dacht, oh, dat is weer zo'n gehyped product. Zo'n Kylie Jenner lip liner. En eigenlijk is hij toch wel heel erg mooi. Hij laat je lippen gewoon inderdaad echt voller lijken. De kleur is gewoon echt super mooi. Ja, best wel een vrij apart kleurtje is het. Het is niet echt roze, het is niet echt bruin. Het is gewoon eigenlijk van alles wat. En deze lip liner draag ik met name heel erg veel samen met de lipstick van MAC in de kleur Mare. Die combo vind ik gewoon echt super mooi. Lijkt nogal op elkaar. De lip liner is net iets donkerder als de lipstick. En daarom vind ik hem zo mooi. De kleuren liggen gewoon niet al te ver van elkaar vandaan. En dat zorgt gewoon voor een hele mooie combinatie. En de laatste favoriet alweer van deze maand is dit geurtje van Giorgio Armani in de geur C. De Parfum Intense. Deze geur echt, ik heb hem zowat iedere dag nog wel gedragen. En ik doe er heel erg zuinig mee, want ik heb er geen grote flacon van. Dus doe ik echt heel zuinig met dit proefje, zoals je ook wel ziet. De helft is er al uit. En ik spray een heel klein beetje steeds weer op mijn pols en in mijn nek. Want de geur is echt super intens. Je ruikt hem echt super goed. Dus je hebt er ook niet veel van nodig. En daarnaast ruikt hij gewoon heel erg sophisticated. Heel erg vrouwelijk. Heel erg. Ik heb hem nu ook op. Hij ja, het is meer een beetje een krachtige geur. Maar niet te overheersend. Niet te donker. Niet te zwaar. Het is een lekkere, zoete, frisse, krachtige geur. En daar hou ik echt wel van. Dan door naar de opgemaakte artikelen. Als allereerst heb ik natuurlijk weer wat de schijfjes opgemaakt. Deze nog, die ik vorige maand ook liet zien. Waar ik niet zo heel erg enthousiast over ben. En deze heb ik nu gewoon weer. Dus die je bij de Action kunt krijgen. Ik vind die gewoon heel erg fijn. Ook heb ik opgemaakt de Dove Go Fresh deodorant in komkommer en groene thee. Blijft een favoriet. Steeds koop ik hem weer. Want ik vind de geur gewoon echt super lekker ruiken. En naast dat de geur zo lekker ruikt, vind ik dit toch wel een van de deodorants die ervoor zorgt dat je gewoon niet gaat ruiken de hele dag. Ik heb bij andere deodorants heel snel dat ik ja, rond de middag, dat ik toch wel wat begin te ruiken. Dat je gewoon je transpiratiegeur ruikt. Heb ik bij deze eigenlijk niet. Deze blijft gewoon de hele dag goed zitten. En
Je ruikt gewoon ook de deodorant de hele dag door. Dat vind ik heel erg fijn aan. Dan een home product dat ik heb opgemaakt. Dat is deze lavendelkaars. En die komt van de Action. Als ik iets belangrijk vind aan geurkaarsen, is het eigenlijk toch wel dat je ze goed ruikt. Heel vaak dan zet je een geurkaars aan en dan... ja, ruik je het toevallig als je er voorbij loopt of in de buurt bent, maar anders ruik je hem eigenlijk niet. Maar deze van de Action, daar ben ik toch eigenlijk wel super lovend over en enthousiast over. Deze ruik je echt goed. Ik had deze bijvoorbeeld op onze slaapkamer staan. Onze slaapkamer, hoe groot zou die zijn? Ik denk 3 bij 4 misschien, 12 vierkante meter zoiets. En je ruikt hem gewoon echt als je de slaapkamer binnenkomt lopen en dat vind ik heel erg fijn aan. Daarnaast is het de lavendelgeur. Nou, ik ben echt dol op de geur van lavendel. Super lekker als je die net brandt voordat je gaat slapen. Word je lekker rustgevend, val je ook lekker in slaap. En daar heeft hij ook echt wel voor gezorgd. Dus deze zou ik zeker opnieuw kopen. Ik heb nu ook andere geuren hiervan. Dus ik ben hier echt enthousiast over. Dan heb ik opgemaakt deze Himalaya Herbals Foam Face Wash. Voor de normale tot vettige huid. En hier ben ik wel... in principe wel gewoon tevreden over. Doet zijn werk. Zorgt ervoor dat de make-up gewoon goed ervan afgehaald wordt. Gewoon prima product eigenlijk. Ook heb ik de Knijp Douche Mint Eucalyptus opgemaakt. Deze echt... oh, wat een heerlijk product is dat. Mijn vriend was hier met name echt super dol op. Iedere keer als hij ging douchen wilde hij deze gebruiken. En dat was ook wel heel erg fijn. Want als hij dan bijvoorbeeld gedoucht had... alleen. En ik kwam dan de badkamer inlopen. Dan rook het echt werkelijk waar. Net alsof ik in een sauna terecht kwam. En dat vond ik toch wel heel erg lekker. Of dat nou kwam doordat hij te veel gebruikte. Of doordat het product gewoon zo sterk ruikt. Dat weet ik niet. Want ik weet dat mijn vriend echt heel veel gebruikt altijd. Maar in ieder geval, ik ben er echt dol op. De geur vind ik super lekker. En het is gewoon een super lekkere douchegel. En dan weer door naar het laatste product wat ik heb opgemaakt. En dat is deze Rituals by Wang. Dit is de body scrub met witte lotus en Yeren Yeren. Heerlijke douche scrub. Werkt echt super fijn. Ondanks dat het een kleine verpakking is, is hij nog best wel lang meegegaan. Ik denk dat ik toch wel zeker... 8 tot 10 keer zelfs mee heb gedaan. Nee, niet zoveel misschien. 6 tot 8 keer. Ik denk 6 tot 8 keer. Zeker wel 6 tot 8 keer meegedaan. En hele milde scrub, maar toch wel lekker. Je voelt gewoon dat de dode huidcellen van je huid verwijderd worden. En daarnaast is de geur gewoon echt heel erg lekker en ontspannen. Dan waren dat alweer de favoriete en opgemaakte artikelen van afgelopen maand. Ik hoop dat je de video leuk vond. Ik wil je hartelijk bedanken voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen wanneer je de video leuk vond. En te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan natuurlijk. Dat is ook heel belangrijk. Op die manier blijf je namelijk gratis up-to-date van alle nieuwe video's die ik 3 keer in de week online plaats op YouTube. Ik wil je nogmaals hartelijk bedanken en dan zie ik je heel graag de volgende keer weer terug op mijn kanaal. Doeg!